Hallo iedereen en welkom op het kanaal van ATEC. Vandaag gaan we kijken naar onbenutte waterkracht in onze traditionele installaties. Onder de liters hoge drukwater die door onze stad stromen, ligt een onaangeboord potentieel. In onze waterinfrastructuur wordt elke dag energie verspild door drukverminderende kleppen en kanaalverlagingen. Het is mogelijk een deel van deze energie terug te winnen en goed te gebruiken. Stelt u zich voor dat uw toilet energie opwekt telkens als u doorspoelt. Het is misschien niet het beste beeld, maar laten we ons eens verdiepen in teruggewonnen waterkracht en hoe dit een spelbreker kan zijn. Het benutten van de kracht van water is geen nieuw concept. De vroegste sporen ervan gaan terug tot de Han-dynastie in China. Hamers, aangedreven door waterraderen, werden gebruikt om hele granen te stampen en te breken. Ook de Grieken maakten duizenden jaren geleden gebruik van de kracht van water om te malen. Het duurde echter tot de 19e eeuw voordat waterturbines werden ontwikkeld. Sindsdien produceren wij schone energie uit de kracht van het water. Binnen enkele jaren zal deze energiebron goed zijn voor ongeveer 60% van alle hernieuwbare elektriciteit. Maar het energieproductiepotentieel van waterkracht is niet beperkt tot onze huidige waterkrachtopties. Veel bestaande structuren, zoals het distributienetwerk, kunnen bijvoorbeeld worden benut. Voordat het in onze huizen terechtkomt, waar het door veel kleinere leidingen stroomt, moeten de snelheid en de druk van het water in waterzuiveringsinstallaties worden verlaagd. De gebruikelijke oplossing is de installatie van drukverminderingskleppen of PRVS. Deze apparaten laten de waterdruk ontsnappen, maar verliezen ook deze bruikbare energie. Er is echter een trend om deze verspilde druk om te zetten in elektriciteit en vervolgens terug te leveren aan het net. Zo ontstaan schone, bruikbare, hernieuwbare energie die anders gewoon verloren zou gaan. Deze aanpak wordt hydro-elektrische energieterugwinning genoemd. Deze systemen bestaan doorgaans uit een microturbinegenerator, sensoren, processoren, elektronische besturing en communicatieapparatuur. Gewoonlijk verkrijgen de controlesystemen van waterbehandelingsinstallaties druk- en snelheidgegevens van sensoren die voortdurend de waterstroom door de leidingen controleren en deze informatie naar de operator sturen om de HWRS te regelen. De systemen voor energieterugwinning zijn enorm en volledig parallel geschakeld met deze systemen. De waterdrijver, omgeleid en parallel geschakeld, drijft een microhydroturbine aan. Dit wordt gecombineerd met drukregeling om hernieuwbare energie te produceren en het aan het net te leveren. De regelkleppen zorgen ervoor dat het omgeleide water met de juiste druk terugkeert naar de hoofdleiding. In tegenstelling tot intermitterende hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, is een van de voordelen de 24/7 werking het hele jaar door. Deze turbines zouden GVWR's kunnen vervangen door de turbine zelfs als stroomregelaar gebruiken. Dit zou het totale systeemontwerp vereenvoudigen en een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid opleveren. Om de veiligheid van de zuiveringsinstallatie te garanderen, wordt de turbine gewoonlijk parallel aan de waterpomp geplaatst, zodat het water, als de waterpomp om welke reden dan ook uitvalt, toch kan worden behandeld en aan de consument kan worden geleverd. Er zijn vele toepassingen voor dit type terugwinningssysteem. Gemeentelijk drinkwatervoorziening, afvalwaterlevering, behandeling toepassingen. De elektriciteit die door energieterugwinning wordt geproduceerd kan rechtstreeks voor de installatie zelf worden gebruikt en zo hun jaarlijkse energieverbruik in evenwicht brengen. Bovendien kan overtollige elektriciteit rechtstreeks aan het net worden verkocht via een stroomafnameovereenkomst. Verschillende bedrijven over de hele wereld hebben systemen voor de terugwinning van hydro-elektrische energie ontwikkeld. Een uitstekend voorbeeld is Zoar, een Amerikaans bedrijf dat verschillende soorten waterkrachtturbines ontwikkelt voor alle soorten structuren. Zoar biedt namelijk een reeks pompturbines voor zowel on-grid als off-grid toepassingen, met vermogens van 5 tot 350 kW. Een van hun meest interessante innovaties op dit gebied is een plug-and-play turbine voor energieterugwinning met een maximaal vermogen van 300 watt. Deze hydro-elektrische turbines, Pico genaamd, zijn ontworpen voor het opwerken van stroom in watersystemen. Ze zijn ideaal voor onderpompen, bewakingsapparatuur, verlichting, ventilatoren en alle 24 volt apparaten. Overtollige energie wordt opgeslagen in een batterij. Een uitstekend voorbeeld van dit systeem werd in Oregon geïnstalleerd voor een bedrijf dat een bewakings- en controlesysteem op afstand en drinkwaterpompen van stroom wilde voorzien. Dit hielp het probleem van de elektriciteit, die in het hele gebied niet beschikbaar was, te verlichten. Een van de leiders op dit gebied met verschillende projecten in ontwikkeling is Rentricity. Zij produceren momenteel twee hydro-elektrische energieterugwinningssystemen. Eén daarvan is een tweedraads aanpasbaar stroomsysteem,
Dat is ontworpen voor 30 kW tot 350 kW. Het andere is het Sustainable Energy and Monitoring System, ook bekend als SEMS. Dit onlangs gelanceerde plug-and-play systeem is ontworpen voor toepassingen tussen 5 en 30 kW. Hun energieterugwinningssystemen zijn ontworpen om 40 jaar mee te gaan, met lage bedrijfs- en onderhoudskosten. Dit maakt ze tot een vrij duurzame en betrouwbare oplossing voor energieterugwinning. Het goede nieuws is dat deze apparatuur voor extra inkomsten kan zorgen. In 2014 installeerde het bedrijf bijvoorbeeld een systeem van $500.000 in Halifax, de eerste stad in Canada die energie uit leidingen haalde. Sinds de ingebruikname van het systeem heeft de turbine van 31 kW ongeveer 225.000 kWh en $30.000 aan inkomsten per jaar gegenereerd via de verkoop van overtollige energie. Volgens de prognoseberekeningen is de terugverdientijd 4 tot 5 jaar en bedragen de elektriciteitskosten 3 tot 5 cent per kWh. Voor elk kWh die door hun systeem wordt gegenereerd, komt dit neer op een besparing van 553 ton CO2-equivalent per jaar. Als mogelijke oplossing voor individuele toiletten hebben de Leviantan-energiefabrikanten een buisturbine La Bencantina ontwikkeld die kan worden aangepast aan een beperkte ruimte en variabele debieten. Dit model heeft een diameter van ongeveer 100 centimeter en produceert momenteel tot 10 kW. Het interessante kenmerk van de Bencantina-turbines is dat ze werken bij variabele waterstromen en een luchtbel gebruiken om waterinterferentie op de schoepen te bevorderen. Dit maakt het een interessante oplossing voor een hoog rendement en lage kosten. En omdat ze zo klein is, kan het in combinatie met een toilet worden geïnstalleerd om de energie van het water bij elke spoeling te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Natuurlijk levert het niet veel op, maar waarom zouden we door de wc spoelen? Tot nu toe hebben we slechts een langzame, maar groeiende trend in het herstel van waterkracht gezien. Maar er wordt beleid ontwikkeld om deze technologie te bevorderen, aangezien zij een groot elektrisch potentieel hebben. In Californië kunnen waterkrachtprojecten worden gefinancierd door het stimuleringsprogramma voor zelfopwekking. Bovendien heeft Californië feed-in-tarieven voor dit soort energie van minder dan 3 megawatt met een betalingstarief van bijna 9 cent per kilowattuur. Het Colorado Department of Agriculture heeft een studie gepubliceerd waarin geschat wordt dat Colorado een potentieel heeft van 30 megawatt aan waterkracht uit pijpleidingen. Bovendien heeft deze studie alleen betrekking op de irrigatiesystemen voor de landbouw van de staat. Daarom heeft zij een stimuleringsprogramma gelanceerd dat technische bijstand en subsidies verstrekt voor de ontwikkeling van dit soort projecten, waarbij de ontwikkeling van energieterugwinning wordt bevorderd. Met waterkracht kunnen exploitanten van watersystemen hun exploitatiekosten verlagen door hun energieverbruik te compenseren. In de Verenigde Staten is het energieverbruik van waterbedrijven goed voor ongeveer 30 tot 40% van de energiekosten van de stad, voornamelijk door de waterpomp. Waarom dan geen energieterugwinningsturbines installeren en dit verspeelde potentieel aanboren? Als u het onderwerp van vandaag leuk vond, kunt u deze video liken. Abonneer u op het kanaal voor meer video's zoals deze. En laat vooral suggesties achter voor toekomstige onderwerpen. Activeer de notificatiebel om als een van de eerste onze volgende video te zien. En heel graag weer tot binnenkort op ATEC.